Dan wordt de Bianchi Rally verreden. In het prachtige Zuid-Belgische Beaumont. En grote kanonnen aan de start. De Lancia Rally van Patrick Snijders. Robert Droogmans met de Belga Porsche. Hij moest vroeg in de strijd al opgeven met een gebroken motor. Guy Colchon, een van de grote Belgische rallyazen met de Bastos Opel. Guy Hendricks met een speciaal door de televisie in de wagen gemonteerde camera. Overigens startnummer 13 deze Belg. Dit is de Alfa Romeo V6 van Goudenzeulen. Fraai in sound. En hij zou het aan de stok gaan krijgen met Stik Andervang in de groep A. Jan van der Marel. Net teruggekeerd uit Bulgarije, nog wat moe, maar hij had de Heveros Rally gewonnen. En dat betekende weer punten voor het Nederlands kampioenschap. Stik Andervang, de groep A-rijder. Zou hier echt zo'n beetje de rally van zijn leven gaan rijden. Tegen die Alfa, die V6 van Goudenzeulen. Goudenzeulen gaf echt geen duimbreed. Niet iets te laat insturend, maar dan het gas erop en weg. Jan van der Marel rukte op naar een vijfde plaats in het klassement. En dat is heel bijzonder in zo'n zwaar groot rallyveld. In een typisch Belgische jump, waar de wagens met zo'n 160 km per uur overheen razen. Die Goudenzeulen die doet net of er geen jump is, hij vliegt er overheen. Van der Marel. Ook Andervang hier. Bijna in de problemen bij deze gemene hobbel. En je ziet dat sommige rijders houden het gas er bovenop. Snijders. Als hij deze rally won, was hij ook gelijk Belgisch rallykampioen en dat was natuurlijk bijzonder belangrijk voor deze man. Guy Colchon met de Bastos Opel gaf echt alles en nog steeds die strijd om de groep A trofee door Boldoor gesponsorde Alfa Romeo V6. Dat is Guy Hendricks, u ziet daar achter in die camera gemonteerd, dat leverde spectaculaire beelden op. En Stik Andervang is steeds nog op jacht naar die Alfa. Zou uiteindelijk ook die Alfa gaan passeren. En won ze eigenlijk hier zijn eerste internationale groep A rally. Een hele fraaie prestatie. Terwijl wij zijn aangekomen op de avond van de tweede rallydag. Belgische gezelligheid hier. Bij het invallen van de duisternis neemt Patrick Snijders definitief de kop over hier in de Bianchi Rally. En hij zou deze rally ook gaan winnen en werd daarmee Belgisch rallykampioen. Tweede werd Guy Colchon, hier fraai driftend met zijn Opel. Guy Hendricks, de man met de witte Porsche, hij werd derde. En Jan van der Marel, keurig vijfde. Maar de allergrootste prestatie van Nederlandse zijde was de prestatie van Stik Andervang. Een vierde plaats. Hij had zo'n 22 minuten achterstand op Patrick Snijders opgelopen. En dan het verhaal John Bos. Een heel triest verhaal. Want in het begin van de rally werd de equipe onaangenaam verrast door een zeer zware ongeval. In de nachtelijke uren raakte John Bos met navigator Lambert Peters van de weg op deze plek. U ziet hier ook dat losse wegdek. Waarschijnlijk is de wagen geslipt en met een harde klap in deze garage beland. En u ziet hier wat er over is gebleven van die Audi Quattro. Totaal los en navigator Lambert Peters werd ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen.